En even filmen, hè. Ook nog. Ook nog. Dan heb je in ieder geval geen last van druk. Huh? Moet kunnen. Wat is dat? Dan is dat camera geel. Dat is jongens, ik heb wel meer grotere camera's van me snuffeld gaan. Ik ben ervan overtuigd. Zie je wat het donkerder en de schoten naar boven langzaam. Klimmen naar het licht toe. Er goed uit hoor. Jo. Niet zeggen dat het voor vrijstaand. Het zijn toch mooie systemen, hè? Wat dan? Het zijn toch mooie systemen die. Ja, die blijken als mooi. Niks van zeggen. Ja, het is dan ongelooflijk dat je dat ook nog vroeger 3x60 had ook nog, hè? Nee, 3x40. Is dat, is dat niet geweest? Ik heb wel eens een keer 60-40-60 geschoten, maar dat was dan gecombineerd op een NK. Dat ik niet terug hoefde voor liggend en knielend. Dan heb ik 3 wedstrijden in 1 geschoten. Dan telden ze de eerste 60 voor liggend. De tweede 60... wat hadden we? Liggend, staand, knielend. Dan 40 staand en 60 knielend. Die waren ook nog eens geteld. Het was een foutje in de inschrijving. Oké. Okay. En ik schoot al zo graag knielend. En vervolgens schoot ik me knielend, werd ik eerst ook nog eens een keer. Moest ik nog naar de finale daar knielend. Een foutje. Ja, maar 3x40 is ook wel heftig hoor. Ja, dat is een lange wedstrijd. Ja. Wel mooi op zich om te schieten. Goed, je bent bijna 200 schoten aan het doen in een wedstrijd. Ja, maar je zult toch een gigantische conditie moeten hebben? Ja, dat was waar. Is waar. Ja. En zo, deze omstandigheden is dat prima te doen, hè? Maar als je dan in de Granada met 40 graden, hè? Ja, dan ga je half dood. Ja. Ja, dan ben je al half dood. Of juist het ijskoud is, hebben we ook gehad. Maar je zit nou 10 keer, wat is het nou? 10,2. Gemiddeld te schieten. Die meteen kaas erbij vliegen. Die 6 kilo, hè, is dat prettiger dan met een dat KK-wapen iets zwaarder is nou, hè? Dat je dat iets, dat je de bewegingen iets minder krijgt omdat het gewicht iets ja, maar hoger is. KK. Zij druk, ik voel nou echt mijn arm nu. Ja. Ik sta nou 35 schoten van 33 schoten. Ja. Hè? Ja. Dus ik voel nou wel echt in mijn handen en in mijn arm. Eigenlijk moet ik iets meer pauze pakken.
Je merkt dat je enige voordeel is, hij valt iets sneller stil omdat hij zwaar is. Maar je merkt nou dat je bewegingen iets groter worden dan? Of, Nee, maar het is wat vermoeiender. Ja, oké. Het is ook gewenning hoor, maar... Kijk, je zit zo in dat centrum dat die beweging maar extreem klein moet zijn. Anders zit je niet op die plekken waar je de hele tijd zit. Nee, dat is tuurlijk. Ja, ja. Op 50 meter. Nee, ja, het lijkt allemaal, hè? Maar tien is toch maar zo. Hè? Ja, de inner tien is maar 5 mm. Ja. En de 10 is 10,3 mm als ik het goed heb. Ik wou net zeggen, het is een goede centimeter. 10,3 mm is het, ja. Het is wel eens leuk om de schat eraan te hangen. Dat moet ik ook eens een keer doen. Staand, kaka. Maar liggend. Om te beginnen. Nee, dat staand, dat wacht ik mee tot mijn eigen materiaal heb. Dat ga je over de schijf. Staand. Ja. Dan zit je achtjes te draaien. Ja, dat is echt. De wing is echt wel anders. Staand is, het voordeel KK is dat de patroon is heel snel weg. Als je drukt is hij weg. Ja, ja. Maar je kunt heel veel fout doen in de terugslag. Dus als jij iets gespannen bent en je pakt hem iets vast of je hoeft iets, of dan gaat hij meteen weg. Springt hij weg. En je kunt ook, wat ik goed kan, weet ik niet, maar... Is daarmee spelen. Dus ik zie dat hij iets laag zit. Laat ik hem iets losser, laat ik hem erin springen. Je speelt, oké. Ja, maar dat is echt gevoel. Ja. En ik durfde dat ook gewoon in de wedstrijd te doen. Ik deed het gewoon in de World Cup. Er zit iets onder, woep, laat vliegen. Ja. Yo, 10. Hoppakee, erin. Ja. Maar je moet niet twijfelen. Nee. Twijfelen is killing, 50 meter. Nou, ik merk dat met liggen trouwens ook. Als ik iets meer spanning in mijn greep zet... Dat je dat ook merkt in het hele schot. Zwaar in de vlieger. Ja, en ik zag het van tevoren al gebeuren. En dan toch schieten. Ja, ik ken dat gevoel. Dat is een vorm van nonchalantheid. Ja, dan moet je KK echt gewoon niet doen. Dan vliegt hij eigenlijk gewoon keihard uit. De balans was net niet goed. Dan moet je gewoon niet schieten. Want dan ga je om en schiet je en dan krijgt hij een sweep mee. Ik heb dat met liggend ook vaker. Weet je, dan is het gevoel niet goed. Ja. En je geeft het schot toch af. En dan weet je dat je hem de ag in rukt. Dat is... Ja. Het gebeurt zo vaak en dat is gewoon nonchalantheid. Dan denk je van het gaat nog wel, maar het gaat niet. Ja, weet je, KK is, heb je gewoon echt snel een achterpakken. Want je luchtje weer een 9 schiet, dus KK is die echte. Ja, dan is hij, ja. Staan. Nog een serie van 95 met 2-8. Echt, hè? Het is ongelooflijk wat ik hier zie.
Ja, kijk, en daar, het wordt nou voor mij ook minder. Het is voor mij ook minder leuk nou, omdat ik tegen de tolerantie van mijn materiaal aan zit te schieten. Ja, ja. Ik moet echt mijn eigen materiaal hebben. Dat is dat gevoelsmatig. Gevoelsmatig klopt het gewoon allemaal niet meer. Je zit echt tegen je limits. Nee, maar dat je is limits zo, aan te schieten. Kan ik nog niet klagen hoor, wat ik het schieten ben. Ik zit toch tegen de 9,8 te schieten. Oh, en ja, ook nog wel eens daarboven, maar... Dit was er zo een. Ik heb zat eronder eigenlijk. Ja? Maar we zitten toch wel goed op. Ja, ik kan slechter. Het grote probleem wat ik ook heb is dat ik met mijn oogprobleem, omdat het veel te lang duurt, omdat ik die 125 gram weg moet trekken, dat duurt veel te lang, want ik zie een mooie 10. Mm. En ik ben die 60, 70 gram gewend en dat duurt zo lang. En dan krijg je, na een x aantal schoten, merk je dat je oog dat niet meer kan accommoderen. Daar krijg je dus moeite mee om je versiering. Daar ben ik nou aan doen, omdat je niet anders kunt. Dus krijg je die wedstrijd niet voorgeschoten. Dan moet je liggend sowieso oppassen. Hè? Zeker als jij blijft liggen met je hoofd. Hè, heb je sowieso die neiging hè, om veel te lang te blijven duren. Ja. Ik wil even wegkijken. Ja. Ik heb gemerkt, als ik technisch komt het mij beter uit als ik achter mijn versiering blijf. Dus eigenlijk alleen maar met mijn hand laai. En niet bewegen, zo weinig mogelijk meer. Dus achter mijn verzieringen. Ja. Maar je hebt dan inderdaad de neiging om te blijven kijken. Dat je je haak, je druk verandert, je haak dat je schouder begint iets begint te verlopen, dat soort dingen. Je moet eigenlijk om de paar schoten moet je hem eigenlijk een keer uitzetten en nu inzetten. Die haak waar wij nou over spreken, als je het geweer ziet, dat heeft Napoleon meegelopen. Dus. Kijk, jij kan je haak op verschillende manieren, op bepaalde plekken kun je ook kantelen. Ik heb gewoon een stang achteruit steken. Ja, ja, weet je, dat is ook niet ideaal. Hoor. En ik heb die stang ook niet zitten op de plek waar ik hem moet hebben. Dus ik doe heel veel op... Waar je voor op moet passen is dat je het allemaal niet te strak maakt, te perfect passend maakt. Je moet wel wat speelruimte hebben nog om te kunnen manoeuvreren. Mm. Belangrijk, hier kijk maar. Mm. Ja goed, je praat nou over vrijstaand hè? Nee, ook liggend. Ook liggend, oké. Okay. Niet helemaal naar je schouder gaan te nauwkeurig passend maken, want dan heb je geen ruimte meer om te manoeuvreren zonder dat je begint te drukken. Ik merk dat je dat heel veel bepalend is hoeveel spierspanning je overal opzet. Maar dat is in elke houding. En dat bedoel ik eigenlijk, je moet zo goed voelen dat die spanningen in je schouderpartijen, met liggend heb ik het dan over, en in je hand, hè, en in je driehoek, hè, wat je opgebouwd hebt, hè, dat je bijvoorbeeld niet gaat tillen met dat geweer. Of dat je gaat duwen, of dat je dat mag. Of na het schot meteen uitademt.
Ja, goed, je moet. Ja, maar dat deed ik, hè. Soms was ik gewoon aan het inademen, al op het moment dat ik het schot aan het doen was, hè, vloog hij me gewoon omlaag, hè. Ja, je moet, ja goed. Ja. Dat je geen lucht hebt en dan... Ja, dan heeft het te lang geduurd, hè. Maar dan moet je eigenlijk even opnieuw... Ja, te lang weet ik niet, maar dat is het gevoel. Als jouw lichaam dat gevoel heeft van ik moet ademen. Ik heb het echt geregeld gehad. Dan klopte de druk niet. Springt hij gewoon echt weg. Dat? Ja, twee op dezelfde plekken. Ja. Ik heb de aardskogels liggen, geloof ik. Kijk eens. Heb je niks meer? Ja, waarom moet de aardsmanddoosje liggen? Even kijken. Oh, hier. Kijk, ik had het mee, hè. Heb je het goede kaliber? Ja, over de war. Zo grappig, hè? Ik kan die hulzen vangen. Bij mij vallen ze vaker in mijn handschoen. In de... Die is niet opgevallen. Ik trek hem op en zonder mijn handslag ze zo weg. Ja, ik... Precies een bepaalde vlucht als ik ze met een bepaalde snelheid open trek. Ja, ik doe hem in de regel rustig open trekken. En dan valt hij vaker in die opening van die vingers. Ja.
Wat is dat? 10,8? Ja. Weet je, je kunt rustig weer terug naar de Olympische Spelen, als ik dat zo zie. Ik kan nog aardig mee als ik een beetje train. Dat denk ik, dat is overduidelijk. Ja. Ik denk dat je dan beter je training in lucht kunt zetten. Hoe, wat hè? Ik denk dat je dan beter je training in het lucht kunt doen. Als je weer zou gaan trainen. Of staand, ja ja. Nu, ja. Als je 3x20 weer moet gaan doen, dan... Ja, maar dat pak ik ook wel redelijk vlot op. Mijn knielen is redelijk, mijn staand is redelijk. Ja, staand is wel duidelijk, ja. Ja. Dat, ja. En liggend moet ik een goede dag hebben. Dat is een beetje raar, goede dag voor liggend, want eigenlijk liggend is eigenlijk het makkelijkste. Ah, niet echt. Anders. Liggend worden toch in de wedstrijden de hoogste scores geschoten met liggend. Ja, goed, dat doe ik ook wel. Maar dan nog. Kijk, als ik 196 liggend heb, dan is dat oké. Knielende ook. Staande ook, en dan zit je ergens hoog in de 80. Ja, teken, als je 85 zou ik moeten kunnen schieten zonder al te veel moeite. Ik schoot 11,60 schoot ik normaal altijd wel. Nou, is 11,60, 11,65, 11... Ja, maar je bent staand hier heel goed aan het schieten nou. Dus daar kun je al heel veel op verdienen. Want staand is eigenlijk in die drie posities het moeilijkste. Ja, ja, nee, dat dus, is... Daar kun, als je dat goed... Goed, je zult ook wel moeten als je richting die 95 moet. Ja, je 95, als je 95 schiet, dan zit je wel in die, dan kom je wel, ben je wel gekwalificeerd. Maar die 5, je moet eigenlijk al op 95, moet je sowieso al... Ja, 588, 587 als je geluk hebt, maar... Ja, bij de vrouwen is dat al moeilijk. Mooie. Ja, een oude man, hè? Even eens kijken als we alle schoten pakken. Wie die achter erop staan. Ja, het zijn een paar schoten. Kijk, 3, 5 schoten. De rest zit allemaal mooi toch? Ja, redelijk, ja. Redelijk oké. Okay. Ja, dat is mooi. Die zie je achter bij elkaar, hè? Het is goed dat ik twee, ja, twee achter elkaar daar heb je eigenlijk... Heb ik aangezien, heb je schouder gepakt, weer goed en is het weer goed. En dat is kaka. Ja. Soms dan iets doe je anders. Ja. En het valt je pas op als je twee keer op dezelfde plek zo'n raar schoot hebt.